Hey, ik ben Nick. Ik ga jullie een Hansen tutorial geven. Een paar simpele stappen om uiteindelijk een hele mooie Hansen voor elkaar te krijgen. De eerste stap is de Hansen tegen de muur. Dat is een stuk makkelijker dan het vrijstaande handstand. Je probeert een beetje gevoel voor de balans te krijgen. Als je naar de muur toe valt, druk je met je vingers in de grond. En als je van de muur wegvalt, probeer je met de handpalm in de grond. De tweede stap is een handstand dichter tegen de muur. Nu moet je een stukje rechterop staan. Probeer hierbij je schouders helemaal uit te drukken en je armen langs je oren te brengen. Vergeet daarbij niet je buik en je billen aanspannen. De derde stap, kick-up. Hier ga je vrij staan en steeds een stukje hoger opschoppen tot je in een handstand staat. Als dit fout gaat of je schopt hem iets te hard op, maak je er gewoon een kleine ratslag van. De vierde stap is elkaar helpen. Je ziet dat ik hier Ryan nu help om overeind te komen. En daarna probeer je zijn posities te verbeteren. Als hij goed staat, laat ik een stukje los en kan hij zelf balanceren. Als het allemaal goed gaat, kun je naar stap 5. En dat is een vrijstaande handstand. Als het helemaal goed gaat, kun je natuurlijk met je handstand gaan spelen. Verschillende voetposities bijvoorbeeld. Of je gaat nog uitdagende dingen opzoeken. Oké, heel veel succes!